6 feet, 2 inches, 188 centimeters tall, 2 fights on his record, 2 victories representing the Combat Brothers, Top Boy and Van de Berg. Ik voelde dat ik een beetje zo op hem intimideerde. Ik had het fout, want op Fight Night was hem helemaal niet geïntimideerd. Ik probeer een takedown, ik misluk. Oef, catastrofe. Ik kreeg die eerste elleboog en ik dacht van, wauw, die man die is sterk. Dat wordt een probleempje om die neer te krijgen. Mijn hoofd toe. Ik ben aan het draaien. Ik ga hier verliezen, ik wil niet meer. Ik denk echt zo van, ik ga opgeven. Bam, hij is geraakt. En dat geeft mij die mentale steun terug van wauw, ik kan er nog iets van maken. Elke ronde is eigenlijk een nieuw gevecht. Mijn spel begint eindelijk op te komen, terwijl in de eerste ronde ik niks van mijn spel kon doen. Ik eindig de ronde heel mooi. Ik denk dat ik, als ik 30 seconden meer had, dat het al gedaan was. Het vertrouwen was er wel. Ik dacht dat ik in 1 ronde ging winnen. Ik zeg denk ik zelf tegen mijn trainer, een uur voor de fight, zeg ik, het gaat een makkelijke worden, maar het was niet waar. Ik geef hem kusjes om te zeggen van, het is gedaan, ik ben gewonnen. Wat een gevoel. Boom, 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 boom. En dan op het moment dat de arbiter zegt van, het is gedaan. Wow. Dat gevoel, dat is echt, daarvoor doe ik het voor, dat is een passie. Oh, relieving. Ja, ik ben nog altijd onverslagen. Je traint zoveel voor dat minuutje. Maar als je een moeilijk gevecht hebt, dat gevoel dat je hebt van binnen van oef, ik heb het overleefd, ik heb het gedaan, ik heb iedereen getoond van ik heb mijn plaats hier. Zak aan de moppen, zak aan de...